Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors. Zet zich door, laat zich niet wegzetten en krijgt een herkansing bij het afwerken. Nee, de teruglegger, dat is met overzicht slim. En dan de bal op de lat. Is een eerste fameuze verwittiging van Inter na dit kwartier. Nou, het is jonge snaken tegen Vente. Hakimi voelt zich compleet in zijn sas daar op de rechterflank. Daar is Barella weer. Barella gaat het zelf proberen. En Lukaku twijfelde. Ga ik door met de rechter of laat ik het aan Barella? Hij is niet zelfzuchtig in deze fase. Ook al kwam hij aanstormen. Dit passeerde. De assistent kiest wijselijk om te laten voetballen. Dan kan je het achteraf nog met de VAR herbekijken. Ashley Young neemt even zijn tijd. Er staan drie mensen net buiten de 16 meter van Inter. En Romelu Lukaku geeft aan, hier ben ik. En dan gaat het richting Lukaku en dan kopt hij hem er net naast. Hij vroeg de bal. Ambrosio moet ook even laten gaan. Liet net op tijd zijn linkerhand los. En dan moet je uitkijken bij Solomon. Ja, dat is één Israëliër, Solomon. Bij nog één Georgië. Kocholava. En voor zijn het 5 Brazilianen en 4 Oekraïners. De melting pot. Marcos Antonio. 10 minuten voor de rust toont hij zich een keer met een doelpoging. Lukaku gaat vandaag niet naar huis. Voor hij een bal tegen die net heeft geramd. Je ziet er dan alles. Het is paniek met de tegenstander en het is Lukaku tegen de lat. Wat wil hij graag? Hij wil het. 10 op een rij in Europa. 10 matchen op een rij wil hij scoren. En daar zal hij vandaag alles voor doen. Met de aflegger. Brozovic. En dan Lautaro Martinez. Met de kans om zomaar even het grootste probleem voor Inter op te lossen. Door die verdedigingsmuur heen geraken. Wat wordt dat slotkwartier razendspannend. Want Inter steeds wanhopiger op zoek naar de verlossende goal. Jong met de voorzet, Hakimi in de 16, daar is Lukaku met de borst. Lukaku gaat neer, maar kreeg die bal niet helemaal onder controle. Op zo'n moment kan er nog komen. De dubbele gordel, zeg maar het pak, staat alweer. En het is dan toch maar Lukaku zoeken. Kopbal Lukaku, invaller. Pinamonti kon er niet te veel mee aanbrengen.
Een laatste keer in het hoofd van Lukaku is het teken dat de buit voor Shakhtar Donetsk eigenlijk binnen is. De 0-0 staat op het bord, is daar blijven staan een hele wedstrijd lang. En dat is zuur voor Inter dat er alles aan gedaan heeft. Maar in het laatste half uur van de wedstrijd onvoldoende vernuft toonde. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.